Vandaag ben ik in het zonnige Berkhout. En je hoort het al, ik ga langs bij een dierenpension waar ze al jarenlang goed voor de katten en honden zorgen die eventjes zonder hun baasjes moeten zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou zo van dieren. Zin in. Zo, je hebt me gelijk lekker aan het werk gezet. Wij gaan poep scheppen. Moet ook gebeuren. Zeker weten. Dat gebeurt hier natuurlijk iedere dag. Eerst in de ochtend vanuit de verblijven, mochten ze daarin hebben gedaan. Dan kan je gelijk zien hoe die drol is. Dat poepzoeken is enorm belangrijk. Zowel in de verblijven als iedere dag weer op het veld. Zodat het zo schoon mogelijk blijft. Ja, en heel erg leuk. Je hebt heel veel mensen die komen hier natuurlijk al jaren. Ja, inderdaad. We houden van persoonlijke aandacht. Mensen vertellen enorm veel persoonlijke dingen tegen ons. Dus dat maakt het werk ook gewoon heel erg leuk. Je ziet sommige honden als pup binnenkomen en ondertussen lopen ze hier als oude opa ook in de groep. Dat is gewoon prachtig om te zien, dat je die honden ook een beetje ziet veranderen. Ik kan me voorstellen dat er best wel eens ruzie ontstaat of iets. Nou, het is natuurlijk zo dat ze lopen hier soort bij soort, grootte bij grootte. We houden dat heel goed in de gaten. Maar door de jarenlange ervaring, ook met name van mijn man Ben, die voelt die beesten zo goed aan, die weet die indeling heel goed te maken. Dat je goede mensen krijgt. Ik kan me voorstellen dat dat heel belangrijk is. Ja, en Angelique, ik vind het nu al vrij druk hier. Maar je hebt nog veel meer plek. Ja, inderdaad. We lopen er nu een stuk of 80. Maar we hebben ruimte voor 300 honden. En ongeveer 70 katten. En blijven de honden en katten nou altijd logeren? Of? Nee, we hebben ook dagopvang. Dus die mensen zijn vaak overdag aan het werk. En dan brengen ze in de ochtend tussen 8 en 9. En die worden weer opgehaald tussen 5 en 6. Ja, ik ben straks ook nog benieuwd naar de katten. Maar volgens mij gaan we eerst nog even poep scheppen. Ja, en ik ga natuurlijk ook gewoon ik ga een paar honden pikken straks. Dat begrijp je. Ja. Zo missen ze toch vast niet, de baasjes.